Ik ben Sophie Walraven en ik ben kunstenaar. Ik schilder en ik teken en ik ets en ik doe heel veel street art. Waarom doe ik het? Het is gewoon niet anders wat ik wil doen. Ik vind het zo fantastisch gaaf om te doen. Het is zo leuk. En ik heb de mazzel dat het goed gaat en dat ik ervan kan leven. Dus ik doe het. Dus zo is het een beetje. Dus, ja, het is, weet je wel, net als vroeger op school, dat je eigenlijk het liefst, als je klaar was met tekenen, of met rekenen, mocht je eindelijk tekenen. Ik mag nu de hele tijd tekenen. Ja, en ik kan ervan leven. Ik maak een aantal uitgaves, een aantal kosten heb ik, die omdat ik kunstenaar ben. Dus dat ik verf koop, of dat ik een schilderij moet inlijsten, of dat ik naar Gouda moet rijden voor een expositie. Die kosten, die maak ik alleen maar omdat ik kunstenaar ben. Dus die bonnetjes, als ik die allemaal bewaar en ik breng dat naar mijn accountant, dan heb ik mijn administratie gedaan. Weet je wat, er is oud werk waar ik heel erg van hou, maar er is ook nieuw werk waar ik heel erg van hou. En ik denk zeker niet, het is eigenlijk hetzelfde als dat je aan een moeder vraagt, wie is je favoriete kind? Dat kan niet. Ik heb geen favoriete kunstwerk. Maar ik weet wel dat mijn laatste werk me meestal het dierbaarst is. Snap je? Want ik ben nu net iets nieuws aan het doen en ik ben dat helemaal aan het ontdekken en ik vind het helemaal fantastisch, want ik had dat nog nooit gedaan en ik wist ook niet dat ik het kon en het is allemaal zo spannend en dat is, dus daar zit heel erg mijn hart. Maar dat oude werk wat ik 10 jaar geleden heb gemaakt, waar ik toen ook zo'n ontdekking had, waardoor ik ook een hele grote stap heb gemaakt, dat is me nog steeds ook heel dierbaar. Heb je wel eens aan je ouders gevraagd, wie is je lievelings? Dat is hetzelfde. Er is geen lievelingskunstwerk.